Een grote verschuiving in de uitvaartbranche. Yarden met het hoofdkantoor in Almere wordt overgenomen door Dela. De gevolgen voor het personeel zijn nog niet allemaal bekend, maar Dela sluit niet uit dat er banen verloren gaan door de overname. Het wordt steeds drukker in het Waterloopbos bij Mark Nessen. Een deel van de oude modellen van het waterloopkundig laboratorium in het bos is opgeknapt, met als gevolg dat steeds meer mensen een bezoekje komen brengen. En Mark Kobussen gaat met pensioen. Die naam zeg je misschien niet, tenzij je van Urk komt, want daar is deze eigenzinnige wijkagent een bekend gezicht. Mark houdt kantoor in de speelgoedwinkel en is nooit beroerd om ook daar een handje te helpen. Kun je het vinden? Welke moet je hebben? Die? Ja. Alsjeblieft. Wel betalen, hè? Het is maandag 28 oktober. Dit is Flevoland. Goedenavond. Voordat we met het nieuws beginnen, eerst een rectificatie. Vorige week woensdag hebben we gemeld dat de nieuwe lokale omroep van Almere een commerciële licentie zou gebruiken voor de radiozender en dat publiek geld zou worden doorgesluist naar deze commerciële zender. Dit verhaal, zo blijkt na grondig onderzoek, is op verkeerde veronderstellingen gebaseerd en onvoldoende op juistheid gecontroleerd. We bieden de betrokken partijen die daardoor benadeeld zijn onze welgemeende excuses aan. Uitvaartverzorger Yarden met het hoofdkantoor in Almere wordt overgenomen door Dela. De corporatie Dela neemt alle delen van Yarden over. Zowel de verzekeringen, het uitvaartbedrijf en alle onderliggende organisaties. Yarden sluit niet uit dat er op den duur banen verloren gaan door de overname. In totaal werken er 1150 medewerkers, waarvan het grootste deel in Flevoland. De banen die verdwijnen zullen vooral staffuncties zijn en banen in het verzekeringsbedrijf. De reden voor de overname is dat Yarden al lange tijd kampte met kostenstijgingen en financiële problemen. Die problemen ontstonden met de zogeheten Natura-polissen, die geen vast bedrag uitkeren, maar een uitvaart volledig vergoeden. De kosten van een uitvaart zijn de afgelopen decennia sterk gestegen. Dela zegt dat er voorlopig niets verandert voor wie een verzekering van Yarden heeft. De polissen lopen gewoon door. De bouw van de Revensluis in het Drontermeer heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De scheepvaart moet sinds vandaag door het sluizencomplex varen. En dat kan alleen op bepaalde tijden. Tot gisteren was er een vrij grote opening waar er nog in twee richting schepen doorheen konden. Vanaf vandaag wordt er gevaren door de schutkolk heen. Alleen staan de deuren open. Vanaf 1 april wordt er hier gewoon echt geschud. Dus dat is deur open, schepen erin, andere deur open, schepen eruit. De Revensluis maakt deel uit van een groot project om een gebied rond Kampen te beschermen bij hoogwater. Dat heeft gevolgen voor het waterpeil van het Drontermeer. Nou, het is zo dat de IJssel die stroomt hier langs Zwolle, langs Kampen en eruit naar het Ketelmeer IJsselmeer. En wat we in Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gedaan hebben, is het maken van een nieuwe bypass, een nieuwe stroomgeul, hoogwaterstroomgeul, hier van de IJssel naar het Randmeer toe. En dat water gaat dan, het hoogwater gaat dan een deel hier ook via deze route naar het IJsselmeer. Maar dat kan pas gebeuren op het moment dat deze dijk de juiste hoogte heeft, op het moment dat hier nog wat aanpassingen gedaan zijn aan de recreatieterreinen en op het moment dat hier de rolgebotsluis die er nu nog tussen zit, dat die weg is. Pas op dat moment gaan wij het laatste stukje IJsseldijk hier verlagen, zodat het hoge water zo via deze route eruit kan. En dat water mag niet naar het zuiden toe en daarom bouwen we hier de Revensluis om het netjes af te sluiten. Een belangrijke mijlpaal is nu dus bereikt, maar klaar zijn de werkzaamheden voorlopig nog niet. Er is nog wel even werk. Tot 2022 zijn we hier met z'n allen, met de bestuurlijke partners samen, nog wel bezig. Raadslid Hassan Bouyatoui, die op dit moment een eenmansfractie vormt in de Almeerse gemeenteraad, sluit zich aan bij NIDA. Deze op de islam gebaseerde partij is al actief in de gemeenteraden van Rotterdam en Den Haag. Nu komt een derde gemeente erbij, Almere. NIDA is een emancipatiebeweging, is een partij wat eigenlijk geïnspireerd is door de waarden en normen van de islam. En dat is dus geen islamitische partij. Maar wel gebaseerd op de islam, begrijp ik dat goed? NIDA is geïnspireerd door de waarden en normen van de islam. En dat betekent ook dat je de goeds eruit haalt. En daarmee ook bedien je jezelf in de eerste instantie, maar ook de gemeenschap. Bouyatoui maakte tot maart van dit jaar onderdeel uit van de PvdA-fractie.
Hij stapte daaruit omdat er volgens hem een onoverbrugbaar verschil van mening was ontstaan. Ik heb er ook momenten gehad dat ik overwoog om echt te stoppen. En dat stoppen of per direct of pas na het afmaken van deze periode. Maar ik dacht, nou, ik ga even met de stad praten. Dus een heel netwerk in de stad. Zo begon het een beetje gaan rollen. Uiteindelijk lag op tafel een optie Nida. En ik ben gelukkig dat het uiteindelijk Nida Almere is geworden. Of de naam fractie Buyatui al meteen verandert in Nida is nog niet zeker. Buyatui zegt daar nog niet over te hebben gesproken met de mensen op het stadhuis die daar toestemming voor moeten geven. Ik zou er bij ieder gelegenheid het geluid van Nida proberen zo hard mogelijk te laten klinken in de stad. Of het nou vanuit mijn verantwoordelijkheid als fractievoorzitter van de fractie Buyatui, maar ook vanuit mijn verantwoordelijkheid als afdelingsvoorzitter Nida Almere. Nida is van plan om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Almere mee te doen. Het is herfst en dan zoeken veel mensen graag het bos op. Het waterloopbos bij Mark Nessen met de miniaturen van waterbouwwerken is populairder dan ooit. Het openluchtlab trekt steeds meer bezoekers. Het is zeker druk. Ja. Nou, we kunnen zien dat de belangstelling en de bekendheid van het waterloopbos enorm aan het toenemen is. We denken een aantal jaar geleden dat er ongeveer 75.000 mensen kwamen. Maar wat we wel weten, is dat die mensen vooral uit de omgeving kwamen. Dus uit Emmeloord of uit Meppel of misschien wel uit Assen. Dus lokaal en regionaal. En wat we eigenlijk nu zien, is dat de mensen vooral van verder weg komen voor het specifieke, ja, unieke verhaal van het waterloopbos. Die komen echt uit heel Nederland nu. In het bos staan ruim 30 miniaturen van waterbouwwerken. Die zijn in verval geraakt, maar de waterwerken worden gerestaureerd. Tot nu toe is zo'n 3 miljoen euro uitgegeven om het waterloopbos aantrekkelijker te maken. Van dat geld werd bijvoorbeeld de golfbak gerestaureerd. In totaal is 7 miljoen euro nodig, onder andere om andere waterwerken ook op te knappen en om een bezoekerscentrum neer te zetten. Wat we eigenlijk vooral willen is dat we zeggen, het waterloopbos is eigenlijk een schatkamer in de zin van het historische onderzoek naar allerlei waterloopkundige situaties in Nederland en elders in de wereld. En we zeggen, we willen eigenlijk dat onderzoek bewaren. We willen dat onderzoek zichtbaar maken. En dat willen we dus doen door de waterloopkundige modellen te restaureren. En we zeggen, ja, door het hele bos heen, als je er helemaal doorheen loopt, dan zijn er 35 locaties waar onderzoek verricht is, met totaal meer dan 200 verschillende onderzoeken. Maar als we er daarvan 10 weer restaureren, dat je de muurtjes weer ziet, dat je de golfmachine weer ziet staan, dat je het model begrijpt, zeg maar, hè, dat je ziet, oh ja, dat is hier gedaan en dat heeft het opgeleverd. Ja, dat is eigenlijk het toekomstdeel. Zo'n 150.000 bezoekers per jaar moeten vanaf 2021 op het waterloopbos afkomen. Wij denken dat die 150.000 bezoekers dat die hier heel goed terecht kunnen. Er zijn veel verharde paden. We hebben de routestructuur nu ook zo gelegd dat in het gedeelte waar wel veel natuur te zien is, maar de natuur wat minder kwetsbaar is, dat je daar veel mensen langs kunt leiden. En de plekken waar de natuur kwetsbaarder is, dat is wat meer achter in het bos, dat de mensen die echt zin hebben om wat langere wandeling te maken, dat die er naar gaan kijken en ook nog rust vinden en ook nog bijzondere planten en dieren kunnen waarnemen. Urk raakt een markante wijkagent kwijt. De 63-jarige Mark Kobussen gaat namelijk met pensioen. De Lelystedeling begon 10 jaar geleden op Urk en sindsdien heeft hij door zijn eigenzinnige optreden veel bekendheid in het dorp verworven. Met zijn uniform, dienstwapen en handboeien lijkt Mark Kobussen net een gewone agent. Maar dat is hij niet. Heel Urk weet, Kobussen is een geval apart. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen. Als ik me vergelijk met sommige collega's, dan denk ik van, af en toe wel wat apartig, zeg maar. En waarin bent u dan wat apartig? Benoem het zelf eens. Ja, nou ja, weet je, ik ben niet iemand die hier de hele dag in het bureau gaat zitten. Het politiebureau is volgens de agent een soort drempel voor de bevolking. Hij houdt daarom kantoor in een speelgoedwinkel, waar hij tussendoor ook nog even de kleine klanten helpt. Kunnen jullie het vinden? Deze. Welke moet je hebben? Die? Ja. Alsjeblieft. Wel betalen, hè? Kijk, hier is het. Beetje rommelig. In het achterafkamertje in de speelgoedwinkel heeft Kobussen de afgelopen 10 jaar veel gesprekken gevoerd met inwoners. Ik denk dat ik hier meer gezeten heb als op het politiebureau. Ja. Dat klopt. De bijzondere werkplek is niet de enige manier om een band op te bouwen met de Urkers. Als actieve twitteraar helpt de wijkagent ook om verloren en gevonden voorwerpen weer op de goede plek te krijgen. En verder is het vooral een kwestie van de straat op. Hoi. Ben je de hond aan het uitlaten?
Ja? Hebt hij al gepiest en gepoept of niet? Ja. Ja? In de loop der jaren is Kobus uitgegroeid tot een verbinder en een oplosser. Maar streng en strikt zijn, dat valt hem zwaar. Ah, ik ben niet echt een handhaver. Ik ben niet echt heel streng. En om ze nou een bekeuring te geven van 100 of 200 of 300 euro. Kijk, soms moet het, dan ontkom je er niet aan. Maar vaak gaat het met een goed gesprek, volgens mij ook wel. Toch zijn er ook problemen in het dorp waar handhaven en streng optreden de enige oplossing lijkt. Erkent ook Kobussen. Als je kijkt naar de jeugdhonken en zo, voor wat betreft de drank en de horeca. Natuurlijk gebeuren daar dingen die kunnen niet. En je ziet nu ook heel langzaam dat er ook op gehandhaafd gaat worden. En dat is ook hartstikke goed. Had dat niet veel eerder moeten? Dat had misschien ook veel eerder moeten. Dat is ook zo. Over een paar weken heeft de wijkagent zijn laatste werkdag op Urk. Maar Kobussen komt terug. Want één dag in de week blijft hij actief in de speelgoedwinkel. Als vakkenvuller en natuurlijk ook als verbinder. Ja, je blijft van ze houden, hè, die Urkers. Dus je kunt ook niet helemaal weggaan. Dat snap je. Het afscheid is niet echt een afscheid. Het afscheid wordt zeker geen echt afscheid. Hè. Gelukkig maar, hè? Ja, gelukkig maar. De voormalige stortplaats Braambergen aan de rand van Almere wordt omgetoverd tot recreatiegebied. Ook komt er een groot zonnepark op 2 van de 3 heuvels. Volgend jaar rond deze tijd moet het klaar zijn. Jarenlang hebben we op Braambergen afval vanuit Almere en daarbuiten gestort. Dit ligt helemaal diep ingepakt onder een folie en een dikke laag grond. Maar wat moet je dan met die vreemde heuvels in je landschap? Al jarenlang is er het idee om het een recreatiegebied te maken. En dat gaat nu echt gebeuren. In combinatie met het opwekken van duurzame energie. Deze maand hebben wij een vergunning verkregen om op de bovenvlakken van deze stortplaats, want het zijn 3 stortheuvels, hè, de stortplaats is zo'n 50 hectare groot, maar om op de bovenvlakken van deze 2 stortheuvels 10 hectare zonnepanelen te plaatsen. En dat zal een opgesteld vermogen hebben van zo'n 10 megawatt piek, zoals dat in jargon wordt genoemd. En dat zal ongeveer een equivalent hebben van zo'n 3.000 tot 4.000 huishoudens dat we daarmee kunnen voorzien van duurzame energie. Elektriciteit vanaf de voormalige stort dus. En dit in combinatie met recreatie. Een van de eerste gebruikers van de heuvels is op het eerste gezicht wel een heel vreemde eend in de bijt. Een wijnboer. Toch is er al jarenlang een wijngaard op Braambergen. De hellingen zijn ideaal voor de groei. Het is een hele relaxte plek. Het is zo nabij Almere een hele rustieke omgeving. Echt een natuurlijke plek. Dus je komt er een beetje tot rust zo aan het eind van de week. De eerste recreanten hebben zich ook al gemeld bij Braambergen. Een maand geleden is er een heus mountainbike parcours geopend. Het mountainbiken zoals het nu gedaan wordt, ja, daar krijgen we ontzettend veel positieve reacties op. Dit is natuurlijk uniek in de polder dat je in plaats van vlak en in de blubber, dat je ineens een aantal bulten hebt waarbij je meer dan 200 hoogtemeters ineens voor je kiezen krijgt als mountainbiker. En dat is wel heel speciaal. Het feit dat het openbaarder wordt is voor ons wel prettig. We kunnen wat vaker met bezoek door de week langs gaan. En het feit dat er nu besluiten zijn genomen om het zonnepark aan te leggen en het openbaarder te maken, betekent ook dat dit deel ontwikkeld kan gaan worden. Concreet betekent dat we uitgebreid hebben met 500 stokken. We hebben te weinig wijn. En heel veel vrijwilligers, dus we hebben heel veel ruimte en tijd en gelegenheid om meer druiven te verwijnen. En we krijgen een paviljoen hier op deze plek. Dat lift een beetje mee op de ontwikkeling. En een paviljoen betekent dat we het hele jaar droog zitten. Daar zijn we erg blij mee. Geeft het nog een extra mooi gevoel dat het de voormalige vuilstort is? Nou ja, dat je het op die manier kunt hergebruiken. Hè? Want we hebben met z'n allen natuurlijk enorm veel vuil geproduceerd en dat ligt hier dan. En dat je dat nu weer kunt gebruiken voor recreatie, dat is natuurlijk geweldig. Want eigenlijk is het gewoon recreatie wat we doen. Met af en toe ook wedstrijden. En ja, dat is heel aantrekkelijk op die manier. Ik verwacht een beetje over een jaar rond deze tijd hier weer te kunnen staan. In een oase van zonnepanelen. En parallel aan dat spoor zullen we ook de recreatieve verdere elementen verder tot wasdom laten komen. En op de termijn wordt er ook nog een fietsverbinding gerealiseerd. Het Michaudpad dat de Kemphaan zal verbinden met het Cirkelbos hiernaast. Zodat letterlijk de locatie ook recreatief toegankelijk zal gaan worden.
De profvoetballers van Almere City FC spelen morgenavond in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker thuis tegen Go Ahead Eagles. De Almeerders treffen dan ook twee oude bekenden. Trainer Jack de Gier en zijn assistent Marco Hering keren morgenavond voor heel even terug in Almere als ze met hun huidige club Go Ahead Eagles tegen Almere City spelen in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Jack de Gier, die 3 jaar hoofdtrainer was in Almere, kijkt er naar uit. Als je terugkomt bij Almere, ik heb daar gewoon een hele goede tijd gehad. Ik denk er ook altijd met een fijn gevoel aan terug. En dan is het ook prettig om weer terug te komen en bepaalde mensen ook weer eens even te zien. Ook zijn assistent Marco Hering heeft zin in de bekerkraker tegen zijn oude club. Ja, natuurlijk. Mooie club, met plezier gewerkt. En op zich leuke wedstrijden, 2 voetballende teams. Dus wat dat betreft ziet het er aardig uit en kan het een hele leuke wedstrijd worden. Ja. Zowel de Gier als Hering zijn Almere City tot op de dag van vandaag dankbaar dat de jongste profclub van Nederland hen een kans gaf. Nou, ik ben natuurlijk na het faillissement van AGVV op straat gekomen. En dan ben je assistenttrainertje in dit niveau. Dat is best moeilijk om een baan te vinden. En ik werd geweld door Fred Grim en ik mocht er aan de gang. En de club stond eigenlijk nog nergens, zeg maar, zeg ik altijd. Het was een beetje een lelijke eentje. En ik heb er 5 jaar mogen werken met heel veel plezier. We hebben er moois opgebouwd op alle fronten, van voetbal tot intern. Dus het is echt een groeiende club. En dat is leuk om daar 5 jaar aanwezig te mogen zijn geweest. Kijk, ik ben Almere gewoon dankbaar dat ik daar de kans heb gekregen in betaalde voetbal als hoofdcoach. Nou, dat is goed verlopen. We hebben stap voor stap gezet. En jammer genoeg zijn we destijds die laatste wedstrijd in Doetinchem net niet gepromoveerd. Dat was natuurlijk geweldig geweest, maar ja, dat geeft wel nog steeds een goed gevoel. En ja, wat ik al zei, het contact is nog steeds goed. Kun je ooit nog terug? Oh ja, dat zou zomaar kunnen. In de voetballerij weet je het nooit natuurlijk. En het is bij mij in de buurt. Voorlopig richt ik me op Go Ahead uiteraard. Maar in de toekomst kan je het voetbal moeilijk kijken, maar ik sluit niks uit. Maar eerst die belangrijke bekerwedstrijd van morgenavond in het Janmarstadion tussen Almere City en Go Ahead. Wie is de grote favoriet in jouw ogen? Nou, hij is 50-50. Nou ja, goed, Almere doet veel uitspraken natuurlijk dat ze heel graag willen. En wij willen ook al graag. Ik denk dat wij gewoon een prima ploeg hebben. En wat dat betreft staan we er redelijk op. Het is nog wat wisselvallig bij ons. Maar nogmaals, ik denk dat wij de favoriet moeten zijn natuurlijk. Nou, kijk eens even in je glazen bol. Wat wordt het dinsdagavond? Ja, wij gaan 100% voor de volgende ronde. Dus wij gaan winnen. Binnen 90 minuten? Dat is wel de bedoeling. Want volgens mij hebben we allebei vrijdag weer een zware wedstrijd. Het wordt gewoon 1-0-1. Want voor ons natuurlijk, hè. Ja, dat lijkt me logisch. We hebben daar een beetje verspild, denk ik. En dit wordt een. Voor ons op het laatste moment pikken we even mee naar huis. De bekerclash tegen Go Ahead Eagles met Jack de Gier en Marco Hering begint dinsdagavond om 19:15. En dit was Flevoland voor vandaag. Diana Woei die is er straks met het weer. En morgen meer Flevolands nieuws. Vanaf 6:30 's ochtends bij Peter Moraal en Leo Schouwenaar op de radio. En vanaf 17:00 natuurlijk ook op tv, want dan ben ik er weer. Een fijne avond voor nu en heel graag tot morgen.